Is het trouwens podcast of podcast? Je zegt geen keist, hè? Waarover gaat Puzzled? Puzzled is een vierdelige podcast waarin dat je in elke aflevering één personage leert kennen. En die personages staan allemaal op zichzelf, maar hebben allemaal iets te maken met elkaar. En het is eigenlijk aan de hand van die vier vertelstandpunten dat eigenlijk, dat je als kijker, als luisteraar eigenlijk meer en meer te weten komt over die gebeurtenis. Puzzled is een verhaal. Dat gaat over hoe mensen allemaal op hun eigen manier bevestiging zoeken bij iets wat misschien buiten zichzelf ligt. Het idee was om een verhaal te schrijven als een puzzel met vier personages die samen ineen pasten. Waarbij dat je bij elk perspectief dat erbij kwam nog iets beter zicht kreeg op hoe de puzzel eigenlijk in elkaar zat. En nu maken we er ook een podcast van waar ik zelf de rol van Daniel, het eerste perspectief, zal vertolken. Zeg het vooral als mijn haar slecht zit, dan ook zo'n wil. Ja, maar ja. Zeer spannend. Voilà, artiest opgesloten. Artiest opgesloten. Ready? Yes. Daniel is een singer-songwriter die net een nieuw nummer heeft geschreven, waarmee hij indruk probeert te maken op zijn vriendin Annie. En met die gebeurtenis komt heel het verhaal op gang. Maar in plaats van deze plotselinge vertoning van mijn kwetsbaarheid aan te grijpen om mij te troosten, maakt ze het enkel erger door mij verschrokken aan te kijken en vervolgens helemaal niets te zeggen. Ik speel in Puzzled Annie. Annie is iemand die misschien een beetje worstelt met hoe kort dat het leven maar is. En dat er niet verschillende levens bestaan naast elkaar of zo. Dat vind ik wel herkenbaar. Ik heb mezelf altijd als een eenvoudige vrouw gezien. Die simpelweg haar gevoel trouw probeert te zijn. Ik speel Geoffrey. Geoffrey met 1F, als ik me niet vergis. Ook al hoor ik dat heel moeilijk, denk ik, als luisteraar. Hij is een ondernemer die eigenlijk het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen en die met een enorme geldingsdrang worstelt ten opzichte van zijn overleden vader. Ze kwam zeer imposant over, hè? Mede door haar aparte snit, die lange blessen combineert met zo kort opgeschoren zijkanten en een brilmontuur, die in deze streken zelden of nooit eigenlijk ziet. Hè? Ik speel Dendrick. En Dendrick is een muzikant die toch wel heel wat gedaan heeft in zijn leven, maar nooit echt doorgebroken is in de muziekscene. Sommige van die chicks op de eerste rij van onze shows, dat zijn fucking godinnen, man. Die stralen harder dan de zon. Dus daardoor krijgt hij ook een beetje een soort van triestig kantje ergens, omdat hij zichzelf blijft wijsmaken wel dat hij de grote ster is, maar met heel veel onzekerheden zit. Dat werd zo en gebleven van die lippen hangen. En dat moeten we hier ook hebben. Ja. Mijn rol is deze keer sound engineer. En ik denk dat je, als je dat op die manier gaat doen, dat je dat ook als luisteraar begint te begrijpen. Alles wat met sound te maken heeft, denk ik dat ik ga doen. Allee, mag ik doen? Ja, daar hebben ze mij voor gevraagd om dat te doen. Ja. Mensen moeten luisteren naar Puzzled, omdat het een heel meeslepend gebeuren is, denk ik, dat je ook zal doen associëren met jezelf en je eigen leven. Waarom moeten mensen luisteren naar Puzzled? Omdat het een verhaal is dat heel goed in elkaar zit en dat heel vernuftig in elkaar zit, heel fijn, gevoelig geschreven is. Omdat het in mijn optiek iets nieuw is. En omdat het een leuke manier van verhaal vertellen is. En ik vind alles wat storytelling is of een originele manier is van iets te vertellen, of alle vormen dat je een verhaal kunt gaan vertellen, dat boeiend is. En dat ergens over gaat, dat herkenbaar is.
dan moet je naartoe luisteren. Dat is dit, denk ik. Ja, het is echt een wereld waar dat je in wordt meegezogen, in die vier personages. Het spreekt tot de verbeelding en neem nu mee op een trip. Ik vind dat mensen naar Puzzled de podcast moeten luisteren, omdat ik hen beloof dat het ontbrekende puzzelstuk zal zijn dat hun dag compleet zal maken.